Mensen, welkom. Het is weer zover. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Volta met Taka Flaka. We gaan vandaag naar New York, want daar spelen we blijkbaar tegen Evan van Gils. Van Gils, want hij is in Nederland. Waarom je dan in New York zit? Ik heb geen flauw idee. In ieder geval, doe zeker een duimpje omhoog op deze video als je het leuk vindt. En wil je nou de rest van de aflevering van de Volta Tour? Hier staat een linkje beschrijving aan de afspeellijst. Kijk ze zeker, zijn zeker aan te raden. Fantastische serie. Ik zou zeggen, laten we maar doorgaan met het verhaal. Op naar New York. We zitten nog steeds niet business class. Jongens, hoe kan dit nou? Wat is dit voor onzin? Ik wil een private jet, man. Ik ben ziek goed. Yo, what's the hold up? We just got an meen je niet? To the World Championships in Buenos Aires. Dit meen je niet. Oh! We zijn weer vloggen. Dit is zo cringe. Hey, dit is een dingetje. Ja, is in New York. Hey, Alexander. Hij praat niet. Ze hebben gewoon alleen zijn hoofd erin gedaan. De rest niet. Dit is een nutteloos ding. Revy. Het is Amarelio Takaflakka. Hey, is dat die kut-Chinees? Ja, dat is de kut-Chinees, ja. Dat is best wel flauw, vind ik. Nee, maar alleen zij is een kut-Chinees. Dus de rest van de Chinezen is helemaal fijn. Ja. Kijk, kan je nou optieven? Ik ben bezig met Amarelio. Auw. Are you kidding? I've been watching Rev's channel since, like, forever. You got mad skills. Is a cool fight. Hij wil een foto. Wat doet hij zo? 3. Unreal. Gang, gang. Ik wil trouwens even de mensen van de vorige aflevering bedanken. Ik heb heel veel toestemming gehad dat ik weer mag zeggen. What's up, superstar? Who's telling us followers don't matter? Dit is zo cringe. Hij doet echt als Armo. Armo deel het zo. Punctual. Yeah. Punctual. Kijk eens lachen. It's a street event. They thought it would be fun if the street players were to pick the pro teams they played for. Mind if I steal him for a minute? Keep him, hon. Kijk ook. Wat een gek. Ik mag een team kiezen. Dortmund, Liverpool, Real Madrid, City of PSG. Bij Dortmund gaat denk ik niemand zeuren. Dus we gaan voor Liverpool. Liverpool. Where's Jay at? Oh, he's in rehab, man. Yeah, he's in the gym every day. Almost back far as I know. So what are you doing here? Oh. What? I just got off the phone with him. It's not so good. Yeah? Yeah. Why are you in New York without him? Oh. I'm just here to play, man. Oh. This event is for legends. Oh. Is he a legend? I don't think so. Ze zijn gewoon gemeen tegen me. Even play? Oh. You know what? You should have stuck around at the boiler. Oh. Yeah, you might have learned something, bro. Ik krijg een ruzie met Evan van Gils. Man has gone. Oh jee. Ruzie. Ik ga ze maar kapot maken. Hey, ik heb van Henderson. Mane? Is dat Mane? Mane 76? Boom, 1-0. Tuurlijk, geen enkel probleem. Mane, 76, maakt mij niks uit. Let's go, 2-1. Tuurlijk. Oh, wat doet hij? Hij krijgt een spastische aanval. Hey Henderson, wat doe jij nou gek? Mensen, ik ben blij voor jullie dat jullie dit niet hoeven te spelen. Dat jullie gezellig naar mij kunnen kijken. Hoe ik met Taka Flakka de wereld verover. Want dit is een partijtje saai om die potjes te spelen. Dat is echt ongekend. Nee! Kop! Nee, Taka Flakka! Oh mijn god, gek! Ja. Ja. Yes. 8-7. Dit is zo leuk. Je moet echt zelf ook gaan spelen. Nee. Dat dan weer niet. Wat een fantastisch doelpunt dit. Wat een fantastische 1-1. Wat een fantastisch doelpunt van Amarelio Takaflakka. Tamina mina. It's time for Takaflakka. Ah. Dortmund. Kies je twee spelers, weet je wel. Die een beetje straatvoetbal, weet je wel. Een beetje leuk. Beetje lekker pro street toernooi, weet je wel. Kies je Weigel en Akanji. Waar gaat het over? Echt, deze storyline is denk ik de slechtste storyline die ik ooit gespeeld heb. Maar daarom ook wel weer zo leuk. Mensen hebben gewonnen met 10-6. Wat een fantastische wedstrijd. Hou even je bek. Krijg ik nou een error
Bij een offline game mode. Dit meen je niet. Als ik nou deze wedstrijd opnieuw moet spelen, dan word ik helemaal lijp. Nee. Zitten we weer in dat paupervliegtuig. Oké, mensen, we zijn er weer. Het heeft zo lang geduurd om alle twee de potjes opnieuw te spelen dat ik helemaal andere kleren aan heb, dat het ook een andere dag is. Leuk. In ieder geval, we spelen tegen Real Madrid in de halve finale van dit fantastische toernooi. Fantastisch. Mensen, we hebben gewonnen. We gaan naar de finale. Fantastisch toernooi dit. Wat was dit? We are here at the New York Pro Street thing, and we are talking. Cut. You mind? Oh, apologies. We got a request for a TV interview. Sick. You know, it's unfortunate that more of the legends couldn't be here today. They've been replaced by younger players. Honestly, they're not the same skill level. Oh, jongen, Ed van Gils, jongen. Ik ben helemaal gek van hem. Yeah, mate. I got an invite just like you, so drop it, yeah? This is what I'm talking about. These kids today don't have any respect. Okay, you're on camera throwing shade, man. Hey, I'm just talking the truth, man. Well, you think you invented the game or something? Oh my god. Move along. With your little bodyguard. You ain't even worth it, bruv. But Gil, what's his problem, man? Hey, have to learn how to deal with the haters, bro. Oh, Vinicius. No, I'm really embarrassed. Hoezo weet je alles ervan? Oh, losing it like that in front of you. No. Use this fire, bro. But on the pitch, it's the only place you can make it count. Yeah, true that. Yeah. All this shit, it's you're just wasting time and energy. Okay, dude. PSG moet tegen. Kom maar PSG. Sowieso met Ed van Gils erin. Tijd om hem helemaal kapot te maken. Ja, met Ed van Gils, die kale. Hoppakee. Edje, wie ben je dan? Vuile vieze stinkkale. Besef dat die Ed van Gils hebben volgens mij Raoul, Matty en Rob mee gespeeld. Zo'n Volta toernooi. En dat is gewoon een hele aardige gast, zei ze. En hier wordt hij gewoon niet eens uit een of andere gemene gozer. Dat is ook niet fijn. Komt hij nu ergens eens van, waarom was je zo klootzak tegen Tak Vlakka? Terwijl je er niks aan kan doen. Boom! Wat een wereldgoal. Heerlijk. We hebben het toernooi gewonnen, mensen. Kom dan, van Gils. Oh, another prize. Yes. Taking over, fam. Word, Rev. Oh, Van Gils. I didn't hear you, bro. Oh. What's that? Come again? Oh, nothing to say. Hey. Hey, good job. You looked good out there. Easy hitman. But you should call Jay. Moet Jay bellen. Oh yeah, wat gaat er gebeuren? Great job today. Oh, thank you too, bro. Hey, people are already talking about you. Oh. But the world's Buenos Aires, win that. Could open a lot of doors for you. Believe me. We can't Buenos Aires, daar willen we heen. For sure, but you know what? We got a lot of work to do before then. You know, Jay's coming back from injury, the team together again. You know, we got to work hard. We got a plan, we got to train, you know what I'm saying? Great. With that mentality, maybe I see you in the pro soon. Good luck, bro. Good luck, bro. Thank you, my friend. Hé, hey, we zijn terug waar het begon. Oh, yes, Jay, looking good. Nee, hij is niet blij. Where's your camera crew? Hey. Oh. The whole squad's nearly here. Ready to train, yeah? How was New York? It was sick. I wish you'd been there. You know, I'm just standing there. With my bag in hand. Huh? Waiting for my ride to the airport. And I got a text from B. Tell me I've been replaced. Huh? And you know, while I'm trying to figure out what I did wrong, I get a call from Van Gils. That's a real friend. I would have found out anyway. It's all over your channel because you can't help yourselves. Huh? I got into it with Ed, telling him I wanted to start up this team. This generation ain't got no respect, Jay. They think they can post a few clips and take everything we've worked our whole lives to build. And I argued with him. Because I knew what you could do. Ja, wat een onzin allemaal. I believe that all that online stuff, that it was just good PR and you were a player first. Hey, I'm a player first. You embarrassed me! In front of my friends, on camera, how did you think I was gonna react? No, that's not how it went down, Jay. How did it go down, Rev? New York came out of nowhere! B,
She never told me who I was replacing. Wie is B? You think that I would have taken your spot if oh, I don't know? Oh, that is die chick. Ed was right. You gotta earn respect. Learn to pay your dues. What do you know about me? Man, enough to know that it is all about you. No, oh, no, me? No. Yo, we've been traveling the world, grinding it out, rebuilding this team for you, Jay. For oh. you. You sure about that? Jay. And the team's here. They're ready to train. All right, so let's just figure this out later, yeah? Already figured out. He's not Bose. Enjoy yourself in Buenos Aires. Jay, jongen, wat is het nou? Waarom wordt het ineens GTST hier? Jay. Waarom lach je nog, Amarelio? Oh, je moet verdrietig zijn. Oh mijn god, we gaan beginnen met het WK. We zijn er gewoon al. Oh, eindelijk business class, yes! Jay, he's just upset. Ja, die is een beetje boos ook. Jongen, 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 wat een gek. It's too late for that now. Nope! I just feel like... we failed, you know? We're on our way to the World Championships. And those guys? That's all you. Feel much like failure to me. Nou, dankjewel Chinees voor de opbeurende woorden. Vind ik lief van je. Nothing back from the legends. Guess we better let the world know we're here. Eigenlijk heeft Ed van Gils ons gewoon genaaid. Daar komt het op neer. We're here to register. Wait, I want to get us making it official. Actually, no. I should live in the now. Oh, dus ze durven niet met de filmen nu, omdat Jay's er boos om werd. This can't be right. It says Jay Zinho already signed in. Got a new squad. Jay? What's going on? Well, someone's got to teach you what happens when you pick ambition over loyalty. You got your team back together, Jay. Oh, well, it ain't J10 without Jay Zinho. What? You've got this all wrong, Jay. You've taken everything I worked for. Oh, no, no. But you ain't taking my name. All your subscribers. Is dat een Amarelio achter Amarelio? Voor mij is dat gewoon dezelfde karakter, of niet? Nee, net niet misschien. Nou. If we aren't J10, who are we? Oh, teamnaam. J9. Ik vind het heel leuk. Is dit voor lelijk iets allemaal, jongen? Waar slaat het op? Zo, iemand heeft hier tijd ingestopt om dit te doen. Het is echt een triest voor woorden. Golazo, fantastisch logo. Hou op. Moet ik zoveel potten spelen? Dat gaan we zien in de volgende aflevering, mensen. Waarin ik het WK ga winnen. En hopelijk ga ik erna knokken met Ed van Gils. Ik hoop je deze video leuk vond. Of vond je het nou leuk, vergeet zeker niet te liken. Ik wil je bedanken voor het kijken. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Later. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen. Zit er zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling. Zijn koersen laag ben ik erbij en leg ik dubbel in. En laat mijn saldo bouncen, al mijn euro's doen aan bubbel in.